Goedemorgen. De gemeenteraad van Tilburg die wil in meerderheid af van burgemeester Vreeman. Met 24 tegen 15 stemmen werd gisteravond een motie van afkeuring aangenomen. Volgens 7 van de 10 fracties is de situatie met de burgemeester onwerkbaar geworden. En met die boodschap gaan ze naar de commissaris van de Koningin. 15 stemmen tegen en 24 voor. Dan is dit voorstel aanvaard. En dan, ja, een motie van afkeuring bezegelde het lot van burgemeester Vreeman. De meerderheid van de raad was boos dat hij een overschrijding van tonnen in de bouw van het omstreden Midi-theater niet had gemeld. Vreeman deed dat niet omdat hij politieke chaos vreesde. In een emotioneel betoog legde hij uit dat hij in dezelfde periode aanwijzingen kreeg over corruptie. Het raadslid Smolders zou 75.000 euro hebben willen aannemen in ruil voor steun aan de Mol, een groot winkelcentrum in de stad. In het belang van het onderzoek mocht Vreeman daar toen met niemand over praten. Ik realiseerde me dat corruptie het beste gedijt in instabiele politieke verhoudingen. En ik zag een schrikbeeld voor me. Een onbestuurbare stad met een groot integriteitsprobleem. En ook nog gezien in het licht van wat we allemaal te doen hadden. In die bredere afweging heb ik besloten dat moment niet te adviseren om te informeren. Het intact houden van het college vond ik in deze situatie de beste waarborg om zo goed en zo kwaad als het kon weerstand te bieden tegen de aantasting van de integriteit. Raadslid Smolders was des duivels over de volgens hem onterechte beschuldigingen van de burgemeester. Ik ben hier opgegroeid, verdomme. Hij komt hier vanuit de Hare Koninklijke Hoogheid, wordt hij hier gedropt. En is hier die stad gewoon helemaal naar de knoppen aan het helpen. Door dit dat wordt u ook verweten. Hoezo? Moet de boodschapper dan zwijgen? Moeten we dan hier allemaal... We doen allemaal... Als Smolders hier niet was, dan doen... Als wij Smolders... Ja, hier, dit zijn allemaal mensen die gesubsidieerd worden door de gemeente, maar goed. Het was voor mij een politiek en een moreel dilemma, waarbinnen ik naar eer en geweten gekozen heb. Dat de burgemeester voor een dilemma stond, dat werd nog wel door veel partijen begrepen. We hebben gezien dat hij er echt en oprecht mee zat. En we snappen zijn dilemma, maar de keuze die hij heeft gemaakt, keuren wij af. En dat mondde uit in een motie van afkeuring. Alleen de Partij van de Arbeid, GroenLinks en de Tilburgse Volkspartij bleven de burgemeester steunen. Die geeft nog niet op en heeft zijn hoop nu gevestigd op de commissaris van de Koningin van de Donk. Nou, dat verhaal komt bij de commissaris en die moet gewoon maar zijn oordeel vormen. Ik sta ontspannen in het leven, want ik vind dat ik integer heb gehandeld en dat ik mijn best heb gedaan wat voor de Tilburgers het belangrijkste was. Volgens de indieners van de motie kan er eigenlijk alleen ontslag volgen voor de burgemeester. Als de meerderheid van de raad, overgrote meerderheid, deze uitspraak doet, dan is recht iets aan de hand. En daarover gaan wij in overleg met de commissaris van de Koningin. En dan gaat u zeggen van, nou, als ik u was, zou ik hem ontslaan? Ik denk niet dat er sprake is van een werkbare situatie, dus dat lijkt me het anders. Verwacht wordt dat commissaris van de Koningin van de Donk nog deze week met de Tilburgse fractievoorzitters om tafel gaat. En als het inderdaad tot een ontslagprocedure komt, moet de gemeenteraad daar nog een keer over stemmen. En dat kan volgens de wet op zijn vroegst over 2 weken. En uiteindelijk wordt een eventueel ontslag verleend door de minister van Binnenlandse Zaken.